Hallo. De literatuur van de middeleeuwen wordt bevolkt door koningen, ridders, jonkvrouwen, priesters, pratende dieren, engelen, de duivel en ook gewone mensen. En in elk van deze verhalen kun je het geloof terugvinden, het zogeheten theocentrische wereldbeeld van de middeleeuwse burger. Alles draait om God, want als je goed leeft, je goed gedraagt, dan kom je in de hemel en anders wacht de hel. In het middeleeuwse reisverhaal De Reis van Sim Brandaan is het de Ierse abt Brandaan die twijfelt aan het bestaan van God en als straf moet hij van een engel met een boot op reis over de wereld om met eigen ogen de wonderen van God te aanschouwen. In het middeleeuwse ridderverhaal Walewijn is het ridder Walewijn een soort superheld die op zijn kweeste de zoektocht naar een schat vele slechte ridders naar het hiernamaals slaat, maar tussen al het geweld en het uitblazen van de laatste adem is er vaak wel ruimte om zonde op te biechten, zodat zelfs de gemeenste ridder naar de hemel kan. Als we nu van de middeleeuwen met grote sprongen door de Nederlandse literatuurgeschiedenis naar het heden gaan, komen we langs vele werken waarin het geloof centraal staat. Zoals het 17e eeuwse toneelstuk Lucifer van Joost van der Vondel dat zich afspeelt in de hemel. In de 19e eeuw zijn er de dominee-dichters zoals Nicolaas Beets die moralistische gedichten schreef. En in de 20e eeuw kreeg Gerard Reven de gelovigen op de kast en in de rechtbank met Nader tot U, waarin God als een ezel verschijnt en seks heeft met de hoofdpersoon. In de moderne literatuur heeft religie niet meer de rol van een gedragscode van hoe kom ik in de hemel. Het gaat er meer om wat mensen op aarde met het geloof doen, hoe ze het ervaren of er zelfs last van hebben. Zo gaan enkele bekende werken over een geloofstrijd, over hoe een personage zich ontworstelt aan een religieus gezin. En dan gaat het bijvoorbeeld specifiek over de relatie tussen een vader en een zoon. Zoals bij Terug naar Oegstgeest van Jan Wolkers of De Aansprekers van Maarten het Hart. Twee oer-Hollandse boeken waarin herinneringen aan een gereformeerde jeugd centraal staan. Maar religie kan ook leiden tot gekte en sectarisch gedrag. Ik kniel op een bed violen van Jan Siebelink raakt een vader zo in de ban van zijn geloof dat hij zijn gezin verwaarloost. In De Laatste Dagen van Arjan Visser klopt een landloper aan bij een boerderij en gedraagt zich daar als een profeet met alle gevolgen van dien. Een subtiele strijd en ditmaal met een meisje als hoofdpersoon vind je in Dorstvloer vol confetti van Franca Treur. Hoofdpersoon Katelijne groeit op met 6 oudere broers op een boerderij waar het geloof nog veel invloed heeft. Iets heel anders is de roman De Trooster van Esther Gerritsen, dat zich afspeelt in een klooster dat door niet-gelovigen wordt gebruikt als een plek om te mediteren, om je af te sluiten van de chaotische buitenwereld. Het verhaal start wanneer een BN'er in het klooster treedt. En een klooster vind je ook in Het Hout van Jeroen Brouwers, waarin je de benauwdheid van een jongenspensionaat ervaart waar seksueel misbruik plaatsvindt. In de boeken die ik tot nu toe noemde staat steeds de christelijke God centraal. Het christendom was in de middeleeuwen in Europa alom vertegenwoordigd. Een thema als geloofstrijd staat in de moderne literatuur ook onder invloed van Allah, de God van de islam. Denk aan de verstotene van Naïma El Bezas over de Marokkaanse Mina die gedumpt wordt door haar vriend en zich zowel in de westerse als de Marokkaanse gemeenschap niet meer welkom voelt. Ook in de boeken van Manon Boezemoer speelt de islam een rol, zoals in zijn roman Bestseller Boy, waarin hoofdpersoon Mohammed door zijn ouders is verbannen nadat hij een boek heeft geschreven met de veelzeggende titel Mohammed de Proleet. En dan hebben we ook nog Kader Abdollah met het huis van de moskee. Het beschrijft een gelovige familie in Iran die naast de moskee woont, waarin het geloof door de Iraanse revolutie onder druk wordt gezet. En daar kan de god van het jodendom, die andere grote wereldgodsdienst, natuurlijk niet achterblijven. Het zal niemand verbazen dat moderne literatuur die joods zijn en het jodendom als thema heeft, vaak refereert aan de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust. In het spannende, haast thrillerachtige De Held van Jessica Duurlacher wordt de hoofdpersoon, een vrouw, verkracht. En die gebeurtenis voert vervolgens helemaal terug naar de oorlog, naar het antisemitisme en de vraag wanneer je een held bent. Het antisemitisme speelt ook een rol in Twee Koffers Vol van Karel Friedman, waarin hoofdpersoon Gaia, zelf Joods, in aanraking komt met verschillende ideeën en levensstijlen van Joodse families in Antwerpen, terwijl haar vader getraumatiseerd is door de oorlog en op zoek is naar twee koffers. Het veel absurdere boek De Joodse Messias van Arno Grunberg gaat over Xavier, een kleinzoon van een SS'er die als een ware Messias de Joden van hun lijden wil verlossen en zo uiteindelijk de premier van Israël wordt. Zoals ik al zei, richt de middeleeuwse literatuur zich op goed gedrag, op een leven zonder zonde, zodat je naar de hemel gaat. De dood is daarbij een natuurlijke overgang naar het hiernamaals, een soort startpunt. Ook in de moderne literatuur staat de dood vaak centraal, maar dan is de dood vooral een breuk en deze zorgt voor een rouwperiode die extreme vormen kan aannemen. Het bekroonde en internationaal gelauwerde boek De Avond is Ongemak van Marieke Lucas Reineveld draait om de dood van de broer van hoofdpersoon Jas, die in een gelovige gezin opgroeit.
Het gezin kan elkaar niet troosten en daardoor groeien ze uit elkaar. In Van Toe beschrijft Bert Wagendorp een vriendengroep die op fietsvakantie gaat, waarbij een van de jongens komt te overlijden. Jaren later besluiten ze de berg Van Toe nogmaals te beklimmen en komen herinneringen boven. Of Tonio van schrijver Aaftia van der Heijden, een literair eerbetoon aan zijn overleden zoon. En tegelijkertijd gaat hij op zoek naar wat er precies is gebeurd bij het tragische ongeval. Tot slot, mocht u nu juist geïnteresseerd zijn in de periode van de middeleeuwen, dan kun je terecht bij historische romans zoals De Naam van de Roos van Umberto Eco, De Ommegang van Jan van Aken, De Bekeerlingen van Stefan Hertmans of de graphic novel Hieronymus van Marcel Ruiters over het leven van Jeroen Bos. En natuurlijk is er jeugdliteratuur. Denk aan klassiekers als Een Brief voor de Koning van Tonke Dracht en Kruistocht in Spijkerbroek van Thea Beckman. Boeken die soms zelfs meerdere malen zijn verfilmd. En dat is best bijzonder, want hoe kunnen we die voortdurende populariteit van de middeleeuwen in jeugdliteratuur, maar ook in films en Netflix-series verklaren? Gaat het erbij om de typische middeleeuwse kenmerken als ridders en geloof? Of gaat het vooral om het stereotype gedrag van vretende, spugende boeren in vieze straten en huizen? Of wordt die tijd simpelweg gebruikt om personages en verhalen op een onbeschaafde manier met elkaar om te laten gaan? Op een manier die in de 21ste eeuw niet meer kan? Zijn wij dan zoveel beschaafder geworden dan die middeleeuwers? Of zit onze onbeschaafdheid in heel andere dingen?